Wat? Een vliegend object? Dat is niet goed. Gedoe in de ruimte. Valt jullie dan helemaal niks op? Natuurlijk wel, Sammy, hallo. Maar jouw haar zit elke dag door de war. Niet dat, ik bedoel in het huis. Er is iets weg hier. Zoals ouders en bijbehorende regels? Precies, ja! Huiswerk? Nee, dank u wel. 's Avonds ontbijten? 'S Morgens dineren? Elke dag een manicure? Soms 2 keer per dag. En elke middag lekker shoppen! Wie bent u en wat doet u hier in onze winkelfantasie? Jullie dachten toch niet dat Woep jullie hier zonder toezicht liet wonen? Eigenlijk, wel. Heel erg schattig, maar erg naïef. Ik ben Greta Koebille, voormalig Woep-agenten. Hier gestationeerd als oppas. Oppas? De beuk gaat erin, dames. Mond dicht. Het spijt me. Wij hoeven geen oppas, hoor. Daar denkt Jerry heel anders over. En gezien dat troep hier in huis, ben ik het met hem eens. Even serieus, een oppas? We zijn geen kleuters meer. Daarom verbaast het lage disciplineniveau mij ook zo. Als jullie je gewoon aan een paar regeltjes houden, ben ik onzichtbaar. En wat voor regels had u in gedachten? Voortaan gaan jullie om 9 uur naar jullie kamer. Patat en kroketten zijn taboe. En er wordt niet meer gebeld tijdens het huiswerk maken, begrepen? Maar het is een ramp. We krijgen heel vaak telefoontjes. Ja, we zijn vet populair. Oh ja, dat is waar ook. Geen jongens. Morgen, dames. Ik denk dat jullie... En oppas! Dank je, Gladys. Dames, toe, laat me het uitleggen. De aanstelling van mevrouw Koebille is geen straf. Oh nee, ik heb juist het beste met jullie voor. Het beste met ons voor? Te veel vrijheid is moordend als jullie je moeten focussen op een missie. En dat brengt mij dus bij het volgende. Overdreven veel meteooractiviteit in de laatste 24 uur. Vallende sterren bedoel je, Jer? Nou en? Niet nou en, Clover. Een aantal hebben de aarde al geraakt. Een paar uur geleden nog een sterrenwachtpost. Aangezien meteoren klein zijn en doorgaans verbranden in de atmosfeer, moet dat een knoepert geweest zijn. Begrijp je? Woep begint te vermoeden dat er hier iets helemaal niet in de haak is. Ik doe mee. Alles beter dan een avond met Greta, zeker. Weer geregeld, Gladys. Daar komen de gadgets. Met deze go-laarzen kunnen jullie op metalen oppervlaktes lopen. IJsparfum bevriest alles waar het mee in contact komt. En dan heb ik nog iets. Oeh, eindelijk een auto. We hebben het niet meer over die oppas, Jer. Deze gadget zorgt voor een directe verbinding met mevrouw Koebille. Het is onontvankelijk voor storing en een rood signaal zegt dat er een bericht wacht. Wat leuk, kan ze ons gek treiteren. Ik wil dat jullie als dames gaan dragen tijdens deze missie. Jullie werken voor Woep en die organisatie staat hoog aangeschreven. Is het wel genoeg? Alweer een meteoor. Meiden, naar het schip. Schip? Welk schip? Ik geloof niet dat ik vliegen leuk vind. Rustig blijven. Ik heb het zo onder de knie. Wacht, blijf daar vandaan. Oh.
Oké, Sam, vlieg jij dan maar. Ons hooi niet meer. Een meteor, recht voor ons. Kijk, hiermee kan ik zijn koers berekenen. Hij raast richting Moskou. Hou het tempo erin. Hoep. Toekomstige cosmonauten, die moeten sterk zijn. Hoep, hoep, hoep. Links, rechts, links. Dat redden we niet. Hij gaat te snel. Oh ja? Dat zullen we nog wel eens zien. Straalmotoren, vol vermogen! Sorry. We gaan die ruimtekiezel een lesje leren. Ja, laten we maar eens in actie gaan komen. Hoe dichtbij kun je komen, Sam? Hoe dichtbij zou je willen? Zo dichtbij. Ik ga iets rustiger aandoen. Bijna. Nog een stukje. Nog een neuslengte, Sammy. Oké, nu. Inslag over 10 seconden. Oké, tijd voor een overdosis. Ah! Oh nee, kijk! Kijk! Ah. Jullie zijn heel dapper. Dit hier zijn mijn leerlingen. Probleem, knapper. Dit werkt ook al jaren. Moet je zien. Wauw. Tijd voor een X-powder update. Dit is de X-powder niet, maar de meteoriet. Kijk. Wauw. Freaky. Nou, hier moet Jerry meer vanaf weten. Oké, ben ik gek of is er echt iets heel verdachts aan deze missie? Ja, ik vind het heel erg verdacht dat geen van die Russische hunks ons mee uit eten genomen heeft. Nee, ik vind het verdacht dat al die meteoren richting de aarde gaan. Ja, dat is waar. Eerst die vent van de sterrenwacht, toen die cosmonauten. Heel gek. Alex, cover, Sam! Oh nee, loopt dat viswijf nou ook op school naar ons te schreeuwen? Doe mijn best om 's morgens boterhammetjes voor jullie te smeren. Alleen jullie weigeren gewoon om ze mee te nemen. Maar we hadden... Nee, geen smoesjes. Sam, jam en pindakaas. Klover, appelstroop en ham. Hallo, ik ben vegetariër hoor. Wat jij wil, appelstroop en hagelslag, niet verder zeuren. Hé, dat is niet eerlijk. Zo is het leven. Schiet op, de les begint. Oh. Dit is zo vernederend. Het kan erger. Gelukkig zag niemand ons. Lief. Oh, ik lust ook best een boterhammetje. Oh, jammer, maar helaas. Ik heb niet zo'n oppas. Al sinds mijn kleutertijd niet meer. Oh nee, nou, ik krijg net een telefoontje. Dames, dat stuk meteoriet dat jullie me stuurden heeft blootgestaan aan een gigantisch magnetisch veld. Dat kan op een heleboel manieren gebeurd zijn. Klopt, maar wij dachten meteen aan de Teradyne 4000 magnetische fluxresonator die aan boord staat van het momenteel onbemande ruimtestation Global. Maar als daar niemand is, wie gooit er dan met stenen? Barsmannen! Er is maar één manier om daarachter te komen. Is dat station echt bemand geweest? Nou, ik zou er nog geen dag willen zitten. Ze zijn weggegaan omdat de atmosfeer niet zuiver meer was. Ik neem aan dat dat niet goed is. Gevaarlijk zelfs. Oh.
Oké. Wow, dit is niet helemaal wat ik verwacht had. Deze kleur is zo niet meer in de mode. Wow, iemand hier heeft een hekel aan nerds. Niet aan nerds, aan astronauten. Dit is die Russische vent die we hebben ontmoet en dat is die astronaut die bijna dood was geweest. Iemand heeft het op ze gemunt. Dat is Ricky Rickerson, poppiedol en astronaut. Is het geen droom? In mijn hitparade is hij een nachtmerrie. Ik ken jou. Huh? Jij bent Lady Luna, die maffe astrologe van de sterren. Oh, niet te geloven. Ik heb je hotline een keer gebeld en die zei me dat ik de ware liefde zou vinden. Dat klopte, wel 10 keer. Oh, dat is lief, mijn kleine roosjes. Welkom in mijn prachtige hemelse schuilplaats. Je hebt het heel smaakvol ingericht, maar je weet toch wel dat dit station op instorten staat? Ram is in het 7e huis van Saturnus, schat. Ik weet die dingen. Ik kan het nog net afmaken voor ik er vandoor ga. Afmaken? Wat dan? Oh, mijn plannetje om even wraak te nemen op de laatste bemanning. Ik had daarbij moeten zijn. Even je zuurstof controleren? Ik had de zaken helemaal voor elkaar. Maar toen moest die popster zo nodig mijn plaats innemen. Nou, ze gaan erachter komen dat met deze komeet niet te spotten valt. Dus jij bent verantwoordelijk voor die meteoorinslagen. Goed geraden, bloempje. En dat doe je omdat je niet met ze mee mocht de ruimte in? Want volgens mijn horoscoop had ik meegemoeten. Die talentloze knul gaat boeten. Talentloos? Ricky Rickerson is toevallig een zanger met een gouden randje. Ga achter die instrumenten vandaan. Zo naïef. Zo blind. Ik zie niks. Wat is dat voor troep? Oh, een beetje sterrenstof. Dat houdt jullie wel even een paar minuten bezig. Hier zul je voor gestraft worden. Oh, mijn liefjes. Volgens mijn horoscoop gelukkig niet. Ik zit er nooit naast. Oh, nee. Ik heb een paar dingen moeten modificeren. Maar nu heb ik het helemaal voor elkaar, tulpjes. Die gaat een klap maken in jullie eigen stad. Ah, Beverly Hills. Straks vernietig je mijn mooie buurtje, het winkelcentrum, de disco, mijn yoga studio. Oh. Ja, helaas. Ik heb mijn doelen nauwkeurig gekozen. Er is nu echt helemaal niks meer aan te doen. Niet als wij er eerder zijn. Volgens mijn berekeningen is dat heel onwaarschijnlijk. Waarom? Oh, adviseren de sterren je weer? Nee, ik neem jullie schip. Mijn schip is caducelecuuk. Ik wil dat feest beneden niet missen. Dag! Doeloe! Ik zie niks met die vieze troep in mijn ogen. Ik zie alleen maar sterretjes. Zet even een raampje open. Hé, dat is misschien wel een idee. Snel! Activeer de helmen. Om het huis schoon te maken. Houston, we have a problem. Maak daar 2 problemen van. Als we dit ding niet terug in zijn baan krijgen, dan worden we levend geroosterd. Start de turbomotoren. Oh nee, dat werkt niet meer. Het hitteschild werkt ook niet meer. Clover, blijf het maar proberen. Niks meer uit, Sam. Misschien moeten we al het vermogen in 1 keer inzetten. Ja! Nee! Oh. Misschien kunnen we beter de wegenwacht bellen. Wat?
Misschien is de Vlammenzee ingaan helemaal niet zo'n gek idee. Ik ben heel erg teleurgesteld dat jullie dat schurkachtige mens zomaar hebben laten lopen. Nou ja, ik ben blij dat ik de oppas ben en niet jullie opdrachtgever. En als ik me niet vergis, hebben jullie vergeten om vanochtend je tanden te flossen. Ja, we zullen erop letten. Gooi ons er hier nou maar uit. Kan ieder moment gebeuren. Mars, de god van de oorlog, gaat zo spreken. Nee! Ah, mijn voorspellingen zijn feilloos. Wauw, jullie zijn echt fantastisch. Heel erg bedankt. Namens mezelf en het hele team zou ik zeggen... graag gedaan, Rick. Misschien een etentje vanavond? Afgesproken. Dit was niet het idee. Jullie hebben alles verpest. Ik heb nu een toekomstvoorspelling voor jou. Jij gaat de bak in. Maar volgens mij weet jij niets van horoscopen. Weet je, zij bezorgt astrologen een slechte naam. Erachteraan! Hoi. Ga je op reis? Domme meisjes, ze trappen erin. Oh ja? Denk voortaan iets beter na voordat je iets zegt. We zullen jou met z'n drieën eens een lesje leren. Ze is best sterk, hè? Jullie denken toch niet dat ik heb liggen slapen tijdens de astronauttraining, Roosjes? Je bent niet de enige die getraind heeft, hoor. Dat zal best. Maar ik heb hier iets dat jullie lekker niet hebben. Sterrenkracht. Jullie weten wel wat de meest krachtige planeet is, ja toch? De zon. Het lijkt wel of jullie krachten langzaam verdwijnen. Ach, ik wil niet vervelend zijn, Luna, maar je minutie is op. Mars laat me weer eens in de steek. Ligt het aan mij of valt ze als een baksteen naar beneden? De afwas is gedaan, ons huiswerk is klaar en we hebben die dolle astrologen gepakt. Mogen we dan nu alsjeblieft een pizza? Hallo? Iemand thuis? Dat wordt dan een quattro stagione met extra kaas, neem ik aan. Jerry! Waar is mevrouw Koebillen? Die is uit het vizier. Een oppas was inderdaad een tikje overdreven. Jullie hebben bewezen voor jezelf te kunnen zorgen. Ik denk dat jullie het wel redden zonder... Jerry! In plaats daarvan zal Gladys de komende tijd hier een oogje in het zeil gaan houden. Gladys? Hoe gaat ze dat doen? Het spijt me, maar ik heb zo'n afspraakje. Waarschuwing, het huis wordt afgesloten. Afspraakjes worden momenteel niet getolereerd. Oh, nee, ik wil niet doen. Ik wil niet doen. Ik wil niet doen.
Ik had echt een super vette droom vannacht. Ik kon ineens vliegen. Niet met een motor, maar helemaal zelf. Ik vloog tussen honderden vogels. Wat een droom. Het betekent vast iets. Misschien wel een kosmische boodschap. Misschien wordt mijn hele karma geherstructureerd. Al dat geld dat ik heb geïnvesteerd in horoscopen betaalt zich eindelijk terug. Of misschien moet ik geen chilisaus meer eten voordat ik naar bed ga.